mijn naam is Niels en welkom bij mijn en mijn prachtige vriendin's nieuwe appartement. We hebben nog gedacht even tegen de camera. Nee. Gaan draaien. Hoi, dat is Robin. Hi. Ze mag filmen, want ik heb geen stille handen, dat kan ik niet. En ik ga jullie een tour geven. Dit kan echt, ja, ik denk dat het echt een half uur gaat duren, want het is echt een gigantische plek natuurlijk. Want ja, met al dat studentenmoney, dan kom je heel ver. Dus nou, laten we beginnen hier bij de keuken. We hebben een prachtig koffiezetapparaat. Met dank aan de moeder van Jasper, die jullie misschien nog wel herinneren van 4 jaar geleden, waar jullie ook nog maar om blijven vragen wanneer hij terugkomt. Dat gebeurt niet, oké. Dan zijn we daar ook weer vanaf. Hier hebben we onze Sprite staan. Hier is cola en een glas met Sprite. Want we gingen eigenlijk drinken cola? In deze video. Oh, dat is Sprite, ja. Maar het is in een cola glas. Van de Albert Heijn in België. Echt de luxe shit, zeg maar. En dan hebben we hier onze koelkast. Dat natuurlijk ook moet je altijd laten zien wat erin zit. Op MTV Cribs gebeurt het natuurlijk ook altijd. Dus een fles ice die bijna uitvalt. Een fles cola die bijna leeg is. En op dat moment een veel te kleine koelkast. En onze prachtige nieuwe magnetron vindt u hier aan deze kant van onze gigantische keuken natuurlijk. Hij is net nieuw en blijkbaar kan de magnetronstand niet gewoon zelf een tijd instellen. Dat zoek je maar uit. Dan moet je alleen de hele tijd plus 1 minuut drukken. Dus daar hebben we ook niet zoveel aan. Maar goed, dan gaan we door naar... Hier hebben we 2 prachtig dezelfde kastjes van Ikea met allemaal mandjes en foto's en dingen. Kijk, dan ben ik daar en dan ben ik daar en dan ben ik daar. Dus dat is heel veel ik. En daar gaat het natuurlijk om in dit appartement. En er zijn ook nog wat foto's van Robin of zo. En dan, ja, aan deze kant komt ze mee. Dan laat ik even de prachtige woonkamer zien. Natuurlijk zeer ruim, zeer lekker, zeer prettig. Hier zou onze tv staan als we die hadden. Beetje jammer, maar die moet nog komen. Dit is een salontafeltje van wel liefst 8 euro, jongens. 8 euro, geen grapje. Natuurlijk heel duur, maar ik bedoel, kijk naar die vormen, kijk naar die kleur. Absoluut was het waard. Dit is een prachtige bank. Geleend van mijn broertje, dus die is ook niet eens van ons of zo. Maar dat maakt niet uit. Hier hebben we Robins bureau. Zeer majestueus, een beetje roze. Maar goed, dat is het meeste hier wat van Robin mee is gekomen. Want die houdt blijkbaar heel veel van roze en paars. Ik heb nog niet eens een stoel. Ja, het is helemaal niet eens stoel. Maar je wou de eettafelstoelen gebruiken, toch? Daar komt het neer. Ja, oké. Okay. En dan aan deze kant van ons gigantueuze appartement ziet u de eettafel, inclusief 4 stoelen. Deze stoelen heten allemaal stuk voor stuk Stefan. Ook te krijgen bij de Ikea voor echt heel weinig. Of heel veel, sorry, heel veel. Het is een luxueus appartement, helemaal vergeten. En als we deze kant op gaan, daar ziet u mijn sporttas. Die dozen. En een hoop dozen, dat ook. Mijn sporttas geparkeerd op een sport... Wat mijn sport... Nee, mijn laptop geparkeerd op een sporttas. Ik kom er wel uit, hoor. Ik kom er wel. En met een lang kabel. Je hebt het uitzicht nog niet laten zien hier. Ik heb het uitzicht nog niet laten zien. Moet ik dan aan de andere kant het uitzicht laten zien? Oh, ja. Hier. Dit, ook hier. Right, ons prachtige uitzicht inderdaad. Dit is het fenomenale punt. Ik denk eigenlijk niet dat je dat gaat zien met dit licht. Nou en? Okay. Kijk. Wel, oh. Ik denk niet dat je het ziet zo, maar het is letterlijk de andere persoons huis. Zeg maar 3 centimeter verderop. Maar goed, dan gaan we dus deze kant. Op de volgende langkabel die hier loopt. Als je even de langkabel kan laten zien. Ja. Een prachtige kabel die doorloopt naar mijn computer. Want wij hebben hier pas vanaf 25e internet. En het nieuwe spel dat ik wou spelen voor een serie voor mij op mijn kanaal. Had blijkbaar 1 keer internet nodig om op te starten. Dus ik probeer nu daar gratis wifi te ontvangen van een gratis wifi punt dat in de buurt zit. En dan met die langkabel helemaal door naar hier te doen. Maar nee, dat is tot nu toe nog niet succesvol geweest. Maar ik hoop dat het gaat lukken. En dit is ons bed waar we eindelijk op kunnen slapen na 72 uur. Thanks Ikea, dat duurt heel lang om die bedden. Oké, te krijgen. Oh, en hier is Robin's kledingrek. Het heet Turbo. Dat is een zeer snel ding, zoals je kan zien. Ik vind het over het algemeen zeer prachtig. Dit is mijn kast. Dat leek me eigenlijk vanzelfsprekend. Hierachter is nog een deur, maar dat kan ik jullie nu niet echt laten zien. Ja, oké. En dat is mijn hoofd. Maar goed, hier is dus een deur. Wat ik jullie nu niet kan laten zien. Robin, ik zeg dat kan ik jullie nu niet laten zien, want er is een kabel daar. Verdomme, je doet toch gewoon nog op. Maar goed, dat is alleen maar een watermeterkast. Ja, dan moet je niet draaien. Nu is toch het hele beeld gedraaid voor iedereen. Godschap. Echt, oké. En onze zeer ruime badkamer. Met ruimte voor wel echt 10 personen tegelijk. Inclusief ons prachtige toilet. Dat is wel hoog, om de een of andere reden. Onze prachtige ruime douche hier. Ik kan hem ook openmaken. En dan gaat hij prachtig open. Hier in dat binnen is ruimte voor zelfs 20 personen. Ik zei dat in de badkamer maar 10 personen passen. Maar hier binnen passen 20, zoals je duidelijk kan zien. En over het algemeen vind ik dit gewoon een gigantisch luxueuze plek. En is het zeer aan te raden om als student in een appartement te gaan wonen. Het is totaal niet duur en moeilijk om een appartement te vinden. En dat is spiegelend film. Ja, dat is
Echt heel classy, ja. En nu? En ik denk dat dat appartement toen er was. We hebben alles van dit gigantische huis gehad. En volgens mij hebben we het net binnen het half uur weten te doen. Dus in ieder geval, mijn naam is Niels. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie mijn appartement en van mijn vriendin Robin natuurlijk hartstikke prachtig vonden. En vergeet dan niet om dat duimpje omhoog te drukken als je het leuk vond. Te abonneren als je meer wil zien. Meer appartementtours, wat niet kan, want dit is het enige appartement dat ik heb. Oké, dus dat. Maar videogames hoor je of zo. En tot de volgende keer. Peace. Je mag al stop drukken.